Ik heb het vaak over thumbnails met mijn klanten of met mensen die zelf video willen gaan maken. Maar ik merk ook dat mensen dan soms me aankijken met wat? Thumbnail? Wat is eigenlijk een thumbnail? Dus in deze video ga ik je uitleggen wat een thumbnail is. Thumbnails is natuurlijk het Engelse woord voor duimnagel. Dus dat is heel klein. En dat is ook eigenlijk wel wat het is. Een thumbnail is een kleine weergave van iets groters. Je kunt thumbnails gebruiken op een website waar je bijvoorbeeld foto's laat zien. Dan heb je altijd de kleine versietjes daarvan. Dat zijn de thumbnails. Maar in video zijn ze ook heel belangrijk. Want op het moment dat jij een video uploadt op YouTube bijvoorbeeld, dan heeft YouTube een thumbnail nodig om de video weer te geven. Kijk maar bijvoorbeeld eventjes naar ons kanaal. Hier zie je allemaal plaatjes nu staan. Dat zijn stilstaande plaatjes met tekst. Dat zijn onze thumbnails. Die hebben we gemaakt los van de video. Een thumbnail is dus ook nooit onderdeel van de video. Het is gewoon een los bestand. Je kunt YouTube zelf een thumbnail laten genereren uit je video. Maar wij hebben gemerkt dat het gewoon veel beter werkt als je echt even een specifieke thumbnail maakt die bij je video hoort. Want, zoals je ziet bij ons kanaal, een thumbnail bepaalt ook heel erg de sfeer van je kanaal. En ook als jouw video naar boven komt in zoekresultaten van YouTube, bepaalt een thumbnail of mensen hem willen zien. Omdat ze dan denken, oh, dat is een leuk plaatje. Of ze denken, wat is dat? Wat zie ik nou? Daar moet ik even op klikken. Dus is een thumbnail heel bepalend. Ja, wij maken de thumbnails dus altijd los van de video. Omdat we het leuk vinden om iets van tekst in beeld te brengen. Zodat je goed aan de thumbnail ziet waar de video ook over gaat. Als je hier meer over wil weten, we hebben ook al een keer een video gemaakt over hoe je een thumbnail uploadt op YouTube. Kijk dan maar eventjes daar in de video. En verder, heb je hier vragen over? Stel ze in de comments onder de video. En vergeet niet eventjes lid te worden van ons kanaal.